Dames en heren, deze nieuwsrapportage die komt natuurlijk van huis uit. Want waar anders kun je zijn met deze tweede lockdown in verband met de maar niet onder controle te krijgen zijnde coronabesmettingen. U weet het, we zitten in een tweede lockdown. De regering die noemt dit een gedeeltelijke lockdown. Maar bijvoorbeeld de horeca is volledig dicht. Dus wat betreft de horeca is het helemaal geen gedeeltelijke, maar een volledige lockdown. Wij gingen langs bij een aantal vaste bezoekers en gasten van de horeca. En we vroegen in hoeverre zij hun café, kroeg, restaurant of seksclub nou eigenlijk missen. Ik ben zelf best een jeneverdrinker. Ik drink graag een balletje jenever. Met ijs en cola dan. Maar ja, als ik een keer een gin tonic erin moet, dan gooi ik er een gin tonic in hoor. En ik ook lekker vind als dropshot. Maar ja, weet je, het zijn allemaal dingen die kan ik thuis ook drinken. Maar dan, je gaat dan toch naar de openbare drankgelegenheid, naar het café. Ja, voor de gezelligheid. Toch wel een praatje wat je maakt. Het praatje. Ja, je mist gewoon de gezelligheid, je mist gewoon de mensen, je mist gewoon de fun en de swag en ja, je mist het gewoon. Het is niet dezelfde. Ik hou ontzettend van de kroeg. Als wij een gig hebben gedaan met de band en ik kom thuis, dan altijd nog even naar de kroeg. Maar ja, corona, it's impossible now, het is kloten, maar geen kroeg. Ja, god, ja, ik ben bijna vergeten hoe het was, maar ik ging altijd heel graag naar het café. Gewoon gezellig, even met mijn vrienden mee, leuk, borreltje doen, leuk, gezellig. Nou ja, misschien dat we het ooit nog meemaken in ons leven. Nou ja, anders ga ik wel een boek lezen of zo, hè? Ja. Ik mis de gokkast nog het meeste. Ik gooide er niet zo heel veel geld in, maar toch elke dag wel wat. Maar ja. Corona. Ja, natuurlijk gaan de kroegen weer open. Voor je het weet, kan je gewoon weer de kroeg binnenlopen. Nee, kindertjes, het zit er even niet in. Geen lekker koud biertje uit de tap. Geen tonic en gin. Het zit er even niet in. Heerlijk, echt heerlijk. Het was altijd zo lekker gezellig even een borreltje doen met de jongens. En dan, ja, natuurlijk, ze werden best fantastisch, maar... Helemaal niet erg, nee. Zo leuk in het café altijd en ik mis het zo. Ik wou echt dat die corona snel voorbij was, want ja, nou, het is helemaal niet leuk. Ja, dat ik een keer geen bier kan drinken, dat kan me niet schelen, maar dat ik niet kan gluren naar de tieten van de barvrouw, hè? Dat vind ik, nee. Ja, ik wacht nu al zo lang tot de cafés weer open gaan en ik weer naar de kapper mag. Maar ja, lockdown, corona, vreselijk. Wanneer mag ik dan verdomme weer die kroeg eens een keer in? Dat ik de regering kan alles wel tot aan de kerst op slot houden. Maar ik mis gewoon mijn drankie. Gewoon aan het einde van de dag mijn drankie. Bij de kroeg organiseerden ze dan speciale avonden voor ons soort mensen. Nou, en dat kan u helemaal niet. En dan kan ik wel de hele dag via het internet kijken of er misschien iemand in de buurt, je weet wel. Maar ja, ik vind het toch wel leuk, die speciaal soort avonden voor ons soort mensen. Nou, het is allemaal stom. Ja, ik vind het gewoon saai dat je niet even een biertje kan doen in de kroeg. Of ook als je een keer 0.0'tje, kan ook gewoon 0.0'tje. Hoeft niet altijd gelijk heel veel, maar nu kan het niet. Omdat we in de lockdown zitten, vanwege de corona. Nou, ik vind het gewoon saai. Nou ja, er komen toch wel weer andere tijden. Ik bedoel, ja, even niet. Maar na de corona, dan ga ik heus wel weer naar de horeca. Ja, ga gewoon lekker weer het café, het restaurant, hapje eten. Satéetje prikken met mijn vrienden. He, lekker, even prikken met mijn vrienden. Het is gewoon fucking saai, weet je. Je kan nergens even heen. Je kan niet eens even ergens een borrel doen. Of een whiskietje, of iets. Fucking saai. Ik wil naar de kroeg. 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 Als de horeca niet open is, dan kan je ook nergens lekker bezatten. En ja, ik vind het al leuk om gekke hoeden te kopen. Maar dat kan ik natuurlijk niet de hele dag door doen.
Hè, dan moet je af en toe toch ook even iets gaan drinken, een kop koffie of zo, weet je wel, weet je niet. Nou ja, dat zit er nu helemaal niet in. Alles is gesloten, het is vreselijk saai. Ik vind het vreselijk saai. Ja, nou ja, ik geloof ook niet dat het nodig is, maar nou ja, nou ja, nou ja, nou ja. Ik mis het zo, het café, de gezelligheid, even met je vrienden mee, eventjes met een vriendin naar de play, ik mis het. En we gaan van de ene lockdown in de andere, maar ik mis dus nu al gewoon de kroeg. Ik vind echt, ja, ik ging normaal niet echt dat ik dan elke dag of zo, maar toch wel regelmatig even een biertje doen. En ik mis het enorm, mis het enorm. Ik kan niet wachten tot we de kroeg weer in mogen voor een lekkere whisky. Doe maar een dubbele. Ik heb eigenlijk best zin in een borreltje. Gewoon een lekkere klein borreltje in de kroeg. Maar ja, corona. Ik mis het echt heel erg. Ik zou het heel fijn vinden als het binnenkort weer mag, meneer Rutte. Nou, dat waren leuke avondjes met mijn maten aan de gokkast. En af en toe, ja, dan neem je een borreltje en dan af en toe misschien een keertje wat meer ook. Een keer een dingetje. Maar ja, god, we zoeken elkaar nu ook wel op. Ze verkopen nog altijd bier in de snackbar, supermarkt. Ik ging altijd voor de dag, grap. Gewoon even lekker, hoef ik zelf niet te koken. Ging even lekker naar het café voor de dag, grap. Nou, dag, grap. Helemaal geen dag, grap. Mogen we weer naar de kroeg? Mogen we weer naar het café? Nee? Zodra het weer open is, hoop ik je weer te zien in het café. Ga je dan met me mee? Ja, dat is gewoon een verveling. Ik bedoel, ik heb elke Netflix film nu al 3 keer gezien. En normaal ga je dan toch even aan de toog hangen. En dan neem je gewoon even een borrel. En dan, ja, met die lockdown. En dan ook nog eens een keer je cockdown. Het zit er gewoon niet in. Ik ben benieuwd of het er in mijn leven nog van komt. Of dat de horeca voorgoed is verstomd. Zou het dan echt tot kerst duren voor we weer een borrel mogen drinken? Dat houd ik niet vol. Dat houd ik echt niet vol. Nee, dat houd ik niet vol. Ik zou tegen de kinderen niet snel zeggen, ga het café in. Maar al dat thuis zit op hun leeftijd, dat is ook niet gezond. Dus ik hoop toch echt voor Horeca dat ze snel weer openmuren gaan. Nou ja, dit spreekt allemaal voor zichzelf. U ziet het, meneer Rutte, meneer De Jonge. De meeste gasten van de horeca, die bevalt het helemaal niks. Het gaat ook helemaal niet goed met ze. En dat is natuurlijk een potentieel ontwrichtingsgevaar voor de samenleving. De samenleving waarvan u het bestuur bent. Dus ja, wij raden u toch echt aan. Red de horeca en gooi gewoon die kroegen weer open. Toch? Woep, 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 woep.